Mijn vader heeft de eerste hond, Blesje, die heet ook Bles, meegenomen. Ja, dit is zijn vader, Habbel, Floortjes waarschijnlijk, en dit is zijn moeder, Kriebos heeft hij. Maar je ziet ook die teentjes op die manier heel goed, hè? Dus je moet zoeken. Eens kijken hoor, kom neer zo. Iedere keer komt er wat bij. En zo langzaam werk ik eigenlijk. Hier heb je Bles. Blafte 2 dagen lang zijn drijverszang. Dan hebben we hier verder. 2 dagen lang koe en kalf. Het Scharendijks vee dreef hij door het koude, zoute sop de dijken op. Ik ben al heel eind, want ik wil tijd houden. Ik wil ook nog iets aan die pootjes doen hoor. Maar in het geheel is het zo goed. De bolus, nee, dat is de staart van de hond. Dat is ook een belangrijk roer in je leven. Maar dat is gekruld of zielig, dan doet hij zo. Maar hij was een heel opgewekt, lief dier. Toen die hond in Scharendijken bij de boer kwam, bij Flip de Jonge. Dat is een prachtige boerderij, lang, heel mooi gebied, vroeger. Open is dat hondje van die boerderij gezwommen weer naar de dijk. Met die koeien. Dus iedere keer was het hoog-laagwater. Maar ik weet niet hoe ze dat georganiseerd, die boer dat georganiseerd had. Maar in ieder geval heeft hij iets van 45 koeien gered. En dan, die hond die moest zwemmen om enkele heggetjes heen. Dus het was nogal een heel gedoe om die koeien los eruit te halen, hè. Dus toen is dat beestje, heeft 2 dagen lang echt intens gezwommen. Iedere keer weer koetje halen. Dus, want het ging achter elkaar dikwijls. En dan zochten ze toch weer plekjes naar boven dat ze opgevangen konden worden op dat pad. Die Amerikanen in New York, daar is het geloof ik gelezen, gehoord. Toen hebben ze gezegd, ja, maar deze hond, die moet een hunting dog club beeldje ontvangen. Dus dat is aangeboden geworden. Toen kwam de majesteit Juliana en toen hebben we dat hondje even aan haar voorgesteld. Op het gemeentehuis van Burg. Want mijn vader was burgemeester, hè. Er zit een hele tijd tussen. Ga je weer helemaal terugdenken. Dus, en dan beleef je dit weer opnieuw. En ik dacht, oh, schat van een beest. Dat mag nou geboeteerd worden. En dienen als een object in de gemeente. Hij zit wel heel erg deftig. Maar ja, dat laat ik.